Welkom bij Obla, online tv voor overheidsmanagement. Vandaag hebben we het over digitalisering en de toekomst van het huishouden van de ICT binnen de overheid. Er gebeurt veel, visie 2017. Ik ga er met verschillende gasten over praten vandaag om te kijken wat gebeurt de komende tijd en wat wordt spannend. Drie gasten aan tafel, Peter Willing, DG OBR bij het Rijk, Stefan Breedveld, CEO bij Ordina en Guus Bronckhorst, MT-lid bij Burgerschap en Informatiebeleid bij BZK. Ik ga met jullie een drietal gesprekken voeren. Eerst over hoe ziet ICT in de toekomst eruit? Hoe ziet 2030 eruit? Wat doen we in 2017? En wat betekent dat volgens ons eigen handelen? Dus even, mag ik jou aankijken? 2030, hoe ziet dan ICT binnen de overheid uit? Hoe kijken we dan naar dienstverlening? Ik denk dat ICT in 2030 een enorme rol gaat spelen binnen de overheid. We zien er al, denk ik, de eerste stappen dat de overheid ook veel dichter naar de burger toe wil. En ik denk de enige manier om dat te bereiken is om gebruik te maken van allerlei nieuwe ICT-technologieën. Dus ik denk ook dat de ingeslagen weg om de burger centraal te stellen daarin enorm belangrijk gaat zijn. Wat is dat, de burger centraal stellen bij? Ik denk dat bij veel overheidsorganisaties de trend is om steeds meer dienstverlenend naar de burger te zijn. Dat kan zijn door allerlei aanvragen die lopen nu nog via loketten of allerlei andere zaken. Ik denk ook dat de volgende stap gaat zijn om ook veel meer proactiever als overheid naar de burger te zijn. Ja, als je kijkt naar 2030 ver weg, en dat is zeker als het gaat om een vraagstuk als dit, wat kan je erover zeggen? Maar toch, als je... Nou ja, echt voorspellen op zo'n termijn wordt natuurlijk een beetje vreemd. Maar volgens mij zit er wel één aspect aan. In 2030 zijn miljarden mensen en miljarden dingen met elkaar allemaal verbonden via sensoren en dat soort dingen. Maar een van de belangrijke verschillen die ik verwacht is dat we in die tijd het omslagpunt hebben gemaakt dat mensen zelf over hun eigen informatie gaan. Dat betekent dus dat er een soort handelsrelatie gaat komen tussen een individuele burger en iemand die wat met zijn informatie wil doen. Dus ik geef alleen maar mijn informatie af als ik denk dat jij iets voor mij gaat betekenen. En die omslag, die zie ik in de komende 10 jaar eigenlijk tot stand komen. Dat maakt hem heel interessant. Wil je dat? We zijn daar al een beetje mee onderweg. Je ziet dat er allerlei voorzieningen zijn, zoals mijn overheid, waar gegevens in zitten van burgers. En burgers die gegevens ook, dat staat ook in de plannen voor Digitaal 2017, die zelf kunnen gaan beheren en kunnen gaan gebruiken op een bepaalde manier. Ik denk wel dat het een meer geleidelijke overgang naar 2030 wordt, dan dat het nou zo 1, 2, 3 een grote revolutie gaat worden. De techniek biedt allerlei mogelijkheden. Maar waar het uiteindelijk om gaat is natuurlijk niet de techniek. Waar het om gaat is dat de overheid er is voor burgers en bedrijven. En dat de techniek nu veel minder wordt gebruikt voor processen bij de overheid. Maar veel meer voor de doelen waarvoor de overheid is.